We zitten momenteel in Lanzarote en ik ben hier vooral om in de warmte te trainen. Eigenlijk zitten wij hier de laatste 4-5 jaar elke winter. Je kunt je seizoen nu veel beter voorbereiden. Lanzarote is voor mij een eiland dat veel energie heeft op alle gebieden. Zowel qua gezondheid als op conditioneel vlak, als mentaal. De luchtvochtigheid en de temperaturen die we in Tokio zullen hebben, is bijna een kopie met de temperaturen en de luchtvochtigheid hier in Lanzarote. Waarbij natuurlijk ook die koelvesten van AG een grote rol gaan spelen. Dit zijn dus de koelvesten. We doen dat aan, je maakt dat dan net. En dan geeft dat echt wel een enorm cool gevoel. Dat is enorm fris. En iedere keer dat je dat terug net maakt, verfriest dat terug harder. We hebben dan ook nog een bandana. Eigenlijk hetzelfde principe. En zo kun je je hoofd en je lichaam echt wel serieus afkoelen. Ça va? Nu gaan we gewoon deze koelvest aandoen. Ik verander mijn kleren en dan kan ik mijn intervaltraining starten. En daarbij gaan we het verschil merken dat de inspanning langer of alleszins gemakkelijker aanvoelt dan zonder koelvest. Klaar? Ja! Vorige week was het 28 graden. En ja, omdat het ons een beetje verrast had, hadden we zonder getraind. En na mijn training had ik 39 graden koorts. En de dag nadien hebben we ze wel gebruikt en was het echt veel doenbaarder, geen koorts. En dan kun je ook bij gevolg de training beter afwerken. Stop! Dat was hier toch ook een pijnpuntje, hè? Dus ja, voor ons is het heel belangrijk dat Sport Vlaanderen en AG hier echt veel energie in gestoken hebben. Ze hebben echt gezorgd dat wij een goede kledij hebben die echt goed werkt. Dus ja, voor ons kan dat echt het verschil maken tussen een medaille en geen medaille. Als je weet dat ik 2 jaar terug een wedstrijd met 4000ste van een seconde gewonnen heb, ja, dan zit het echt wel in de kleine details. De koelkledij, ja, zelfs al doet de rest ook iets om te koelen en vinden die iets goed. Als die van ons 2% beter is, kan dat verschil nog altijd zijn tussen winst en verlies. Thank you.